Frank, aanstaande zaterdag de laatste wedstrijd van het seizoen voor SEF? Nee, dat denk ik niet. Wij gaan ervoor om toch nog de na-competitie te halen. En dat kunnen we zaterdag bewerkstelligen. SFC 08 die gaat voor het kampioenschap. Moet natuurlijk een beetje meezitten als Westlandia punten gaat verspelen. Maar ja, wat verwacht je voor wedstrijd? Ja, natuurlijk. Ik verwachtte wij een hele moeilijke wedstrijd. Maar ja, je begint altijd weer met 0-0, zeg ik altijd maar. En de groep is strijdbaar op dit moment. Zaterdag na de wedstrijd nog een aantal jongens gesproken. En die gaan er toch echt alles aan doen om in ieder geval zelf een goed resultaat te halen. En dat kan een punt zijn of dat kan misschien 3 punten zijn. En dan is het natuurlijk nog wel afwachten van Bifair en Monster, tegen Monster. En natuurlijk GHC tegen KMD. Even over je eigen ploeg. Het hele seizoen kenmerkt zich door vele blessures en schorsingen. Ben je zaterdag redelijk compleet? Ja, volgens mij wel. Van wat we hebben mis ik er 1 vanwege vakantie. Wie is dat? Pascal Wildenberg. En de rest is denk ik allemaal beschikbaar. Maar we hebben nog 4-5 dagen. Hè, dus je weet nooit wat er gaat gebeuren. Van de 2 kansen op kampioenschap, SFC 08 en Westlandia, wie schat jij de beste kansen hebben voor aanstaande zaterdag? Nou, ik moet natuurlijk zeggen Westlandia. Want dat betekent dat wij misschien een resultaat kunnen behalen. Ja, weet je, ik heb ze allebei 2 keer gehad. En kijk, Westlandia is natuurlijk een zeer ervaren ploeg. En het gif zit denk ik meer bij SFC 08. Stel, SEF verliest, moet er niet aan denken voor jou, zou je misschien zeggen. Maar wat betekent het voor de club SEF? Nou ja, weet je, de club SEF die wil graag een stabiele tweede klas worden. Nou ja, we zijn 2 keer in de afgelopen jaren gepromoveerd naar de tweede klas. En ik denk de eerste keer kansloos gedegradeerd. En ja goed, dus we willen er echt alles aan doen om in die tweede klas te blijven. En het zou heel vervelend zijn voor de club als we het niet gaan redden. En wat betekent het voor jezelf? Ja, voor mezelf natuurlijk ook. Maar goed, dat moet je dan ook maar een beetje wegcijferen. Ik denk dat het eerst voor de club is en dan pas voor de rest. Je bent 12,5 jaar bij SEF geweest, na je voetbalcarrière trainer geworden. Dat zou het komende jaar het eerste jaar zijn dat je geen club hebt. Ja, dat klopt. Ja, het zij zo. Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik niet heel hard op zoek ben geweest naar een nieuwe club. Ik zoek het op dit moment nog iets meer in de iets vrijere rol van misschien technische gebeuren ergens. Om iets meer vrijheid te hebben. Met name privé met de caravan lekker weg te gaan of gewoon minder druk en voetbalzaken eromheen? Nee, maar gewoon een keer doen. Kijk, inmiddels voetbal ik vanaf mijn 10e of zo. En daarna tot mijn 34e heb ik gevoetbald. En daarna tot mijn 55e nu dan trainen. Dus dat zijn toch heel wat jaartjes. En ja, misschien dat je dat ook wel eens een keer iets anders in wil vullen. Maar ik wil wel graag wat blijven betekenen hier of daar. Ja, dus wat dat betreft is het nog de kans dat je terugkomt op de voetbalvelden, die is nog steeds aanwezig. Jazeker. Dat sluit ik zeker niet uit. Het zal wat wel moeilijk worden om na zoveel jaar echt gewoon misschien niks te doen. Ja, nee, dat realiseer ik me ook wel. Ik zit al een beetje te kijken. Denk, zit ik straks dinsdag en donderdag op de bank thuis. Maar ik denk, ik heb geen idee hoe ik daar op dit moment nu... Hoe ik er nu over denk, want ik heb het eigenlijk nog maar weinig meegemaakt dat ik dinsdag en donderdag thuis ben. Even naar de vereniging SEF. De publiciteit gehoord dat er nog redelijk wat spelers gaan stoppen. Mocht de ploeg de vereniging degraderen, hoe zie je de toekomst voor de club? Nou, de toekomst zie ik best goed hoor. Natuurlijk, er stoppen een aantal jongens. Dat zijn wel de iets oudere jongens. Het gros van deze selectie die blijft gewoon voetballen. En daarbij, ik hoor toch alweer van Dennis dat er toch wel aardig wat spelers, tenminste aardig, er komen toch alweer wat spelers bij wat van een goed niveau is. Dus ik zie ook volgend jaar gewoon wel weer een goed elftal staan hier. Mocht het verkeerd aflopen, SEF verliest en zou degraderen, hoe is het dan zaterdag 16:45 met jou? Nou, dat is dan heel slecht denk ik. Maar goed, dat lijkt me logisch, ja.